Goedemorgen allemaal, welkom bij onze nieuwe vlog. Buiten regent het, waait het, dus we gaan gewoon lekker binnen filmen vandaag. Zoals je ziet ben ik in de jongveestal. Hier achter mij zie je een melkkoe met twee kalfjes. Wij laten onze kalfjes bij hun moeder, al dan niet stiefmoeder, drinken. Wij bundelen dan kalfjes van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar en zetten daar één melkkoe bij. Wij hebben voor deze koe gekozen omdat zij herstellende is van een blessure. Het is dan niet handig om haar op de roosters te laten lopen. Dus we hebben haar in het strohok gezet met twee kalfjes erbij. Zo hebben wij een win-win situatie dat ervoor zorgt dat de koe rustig kan herstellen. En dat haar uiers leeggezogen worden door de kalfjes. Je zou je misschien afvragen wat die gele neusring is bij deze koe. Dit is een zogenaamde melkdief. Deze koe vindt het heel erg fijn om bij een andere koe melk te drinken. En dat is uiteraard niet de bedoeling. De melk is voor de kalfjes en voor ons afnemer, Eco Holland, waar we sinds 1 januari dit jaar bij aangesloten zijn. Op het moment dat deze koe bij een andere koe gaat drinken, dan voelt dat onaangenaam bij de andere koe en wordt deze koe wordt weggetrapt. Ja, kan het gevolg zijn van het systeem wat wij hebben. Dat wij inderdaad de kalfjes bij hun moeder of stiefmoeder laten drinken. Maar vooralsnog is dit eigenlijk de enige koe bij ons die een neusring hebt. En de rest van de koeien is het eigenlijk gewoon vergeten dat ze bij een andere koe kunnen drinken. Dus dit is eigenlijk gewoon een heel handig middeltje om ervoor te zorgen dat een koe niet bij een andere koe gaat zuigen. Ja, deze lieve kalf is geadopteerd. Dit is Marie. En zoals je ziet zijn ze heel erg aanhankelijk. Deze komt graag altijd even bij ons kijken. Nou, zoals je ziet voeren we naast kuilgras ook vers gras. Wij hebben een doorgeefsysteem binnen onze bedrijfsvoering. Het gras wat je hier ziet liggen heeft Dirk gisteren gemaaid. Dat heeft bij de melkkoeien gelegen. Nou, de melkkoeien die zijn vanmorgen vroeg weer naar buiten gegaan. En het restant dat leggen we eigenlijk hier voor het jongvee neer. En zoals je ziet vinden ze het heerlijk.